Een 58-jarige basisschoolleraar in Spijkenisse-Noord is opgepakt vanwege ontucht met een 10-jarig jongetje. Bij de onderwijzer is ook kinderporno gevonden. De man is voorgeleid voor de rechtercommissaris, maar die heeft hem weer op vrije voeten gesteld. Op de redactie is verslaggever Paul Verspeek. Paul, hoe is deze zaak aan het rollen gekomen? Hij is indirect voortgekomen uit een eerdere zedenzaak in Spijkenisse in februari van dit jaar. Toen is een 40-jarige man opgepakt vanwege vermeende ontucht met buurtkinderen. Er is toen een bewonersbijeenkomst geweest voor ouders van een scholen, van twee scholen waarop de slachtoffertjes zaten. En een van de ouders kwam thuis, vertelde dat verhaal aan haar zoontje. En die zei toen, oh, maar ik ben door de onderwijzer wel eens betast. Nou, dat heeft toegeleid dat de politie die man toen heeft opgepakt. En uiteraard het onderzoek bleek dat hij thuis ook kinderporno op zijn computer had. De man is afgelopen maandag aangehouden, maar door de rechtercommissaris weer in vrijheid gesteld vandaag. Overigens, die twee zedenzaken in Spijkenisse hebben vooralsnog niks met elkaar te maken. Dus het is niet zeker dat die twee mannen, die twee verdachten, elkaar kennen. Maar is het opmerkelijk dat de man weer op vrije voet is gesteld? Ja, opmerkelijk. Het is in ieder geval niet wat het OM wil. De rechter in Rotterdam heeft vandaag gezegd, er is niet voldoende bewijs dat er echt ontucht is gepleegd met dat 10-jarige jongetje op school. De kinderporno, dat staat wel vast dat dat op zijn computer zit, maar dat is niet voldoende om hem vast te houden. Dat doen ze als ze bang zijn dat hij nog meer ontuchtige handelingen zou gaan plegen, omdat daar niet voldoende bewijs voor is. Hebben ze hem laten gaan. Zoals gezegd, justitie is het daar niet mee eens en die gaan dus in hoger beroep, want ze willen toch dat de man weer vast komt zitten. En hoe reageert de school op de hele zaak? Ze hebben in ieder geval de man geschorst als onderwijzer en verder willen ze geen toelichting of commentaar geven. Wat we begrijpen is dat er vanavond een bijeenkomst is voor de ouders van de school, opnieuw zou je dus kunnen zeggen, waarin ze dus geïnformeerd worden over deze nieuwe zaak. Dankjewel, Paul Verspeek. Ex-burgemeester van Schiedam Verver krijgt van de rechter geen 15 dagen extra de tijd om het integriteitsonderzoek naar haar functioneren te bestuderen voordat het in de publiciteit komt. Dat heeft de rechter vandaag gezegd na het kort geding dat gisteren diende. Verver vindt dat zij onvoldoende weerwoord heeft kunnen geven op beschuldigingen die in het rapport zouden staan. De afgelopen maanden is zij beschuldigd van machtsmisbruik en het onvoldoende scheiden van werk en privé. Zowel hier in het gemeentelijk stadskantoor van de gemeente Schiedam als hier binnen bij Van As Advocaten in Nieuwegein wordt de fax nauwlettend in de gaten gehouden, wachtend op de uitspraak. En rond 2 uur vanmiddag kwam er duidelijkheid. De eis van ex-burgemeester Verver om 15 dagen uitstel van publiciteit van het Bing-rapport is afgewezen. Wat we nu doen is gewoon, net als iedereen anders, het eindrapport afwachten en vervolgens kijken of er feitelijk onjuistheden in staan en of de feiten goed zijn gewaardeerd. Als dat allemaal het geval is, is er niks aan de hand. Dat was hetzelfde geweest als het vooraf weten. Alleen het probleem is als het achteraf is het kwaad al geschied. Ja, met mogelijk een hoop schade voor mevrouw Verver en die wilden we voorkomen. Partij van Arbeid fractievoorzitter in Schiedam Mario Stam is opgelucht en tevreden over de uitspraak. Ik hoop dat we nu de zaak zo spoedig mogelijk achter ons kunnen laten. En dat betekent dat we dan aankomende dinsdag of woensdag in de raad het rapport gaan bespreken. En dan vervolgens verder met de toekomst. Vanavond wordt het rapport van Bing dus al in kleine kring verspreid. Dat betekent dat de fractievoorzitters het in mogen zien. Sterker nog, de fractievoorzitters gaan dat vanavond al bespreken. En morgen weten we dus of ook echt al die beschuldigingen en aantijgingen aan het adres van mevrouw Verver van de afgelopen maanden ook echt kloppen. Want dan ligt het Bing-rapport officieel op straat. Voor de rechtbank in Dordrecht is vanmiddag 1,5 jaar celstraf geëist. Tegen de man die ervan verdacht wordt 2 handgranaten te hebben neergelegd bij de Dordtse Milieudienst. Op 30 december vorig jaar krijgt de politie een sms waarin staat dat er bij de Milieudienst in Dordrecht explosieven liggen. Agenten vinden er aanvankelijk 1, maar ze hebben niet goed gezocht, want een dag later wordt een 2e gevonden. De granaten blijken leeg. Bij de behandeling van de eerste rechtszaak in deze zaak, 3 weken geleden, blijken er camerabeelden te zijn van iemand die de granaten neerlegt. Op plakband dat op een van de granaten zat, zitten de vingerafdrukken van Mustafa A. En die staat dus nu terecht. En bij de rechtbank in Dordrecht staat onze verslaggever Marlies Harting. Marlies, wat voor verklaring heeft de verdachte zelf over de aanwezigheid van die vingerafdrukken op dat plakband? Ja, die heeft hij dus niet. Hij beriep zich vanmiddag voortdurend op zijn zwijgrecht, ook hierover. Hij wilde dus niet verklaren hoe zijn vingerafdrukken op die tape hadden kunnen komen als het niet zo was dat hij die granaten daar heeft neergelegd. Volgens de officier van justitie was dat dus ook juist bewijs dat hij dat wel moet hebben gedaan. De verdachte geen enkele verklaring geeft voor de aanwezigheid van zijn dactie op de genoemde specifieke plaats aan de granaat, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat hij degene is die aan de granaat heeft geknutseld en deze bij het kantoor van de omgevingsdienst heeft achtergelaten.
Daarbij komt dat in de woning van verdachte vergelijkbare tape is aangetroffen. Gebleken is dat met een laptop uit de woning op internet is gezocht naar handgranaten. En dat hij, hoewel hij zelf geen motief lijkt te hebben, contact onderhoudt met een persoon die wel degelijk een motief heeft om medewerkers van de omgevingsdienst angst aan te jagen. Ja, en diegene die dus die mensen angst aanjaagt, dat zou dan een huisjesmelker zijn hier uit Dordrecht. De ambtenaren van de milieudienst zijn degene die huizen moeten controleren. Zijn dus ook degene die af en toe een dwangbevel opleggen of een boete. En dat de huisjesmelker daar niet blij mee is, dat uit hij dus door allerlei bedreigingen. En dat is niet mis. Dat gaat dan ook echt om kogelbrieven en er is al eens een auto in de brand gestoken. Deze keer dus waren het granaten bij het kantoor. En dat, zei de officier van justitie, heeft de mensen die daar werken wel heel erg bang gemaakt. Woorden schiet eigenlijk tekort om te beschrijven welke emotionele reacties dat teweeg heeft gebracht. Opnieuw vrezen verschillende ambtenaren van de gemeente voor hun leven. En zou dan deze verdachte in opdracht van die huisjesmelker hebben gehandeld, Marlies? Nou ja, dat is wel wat justitie dus suggereert. Ze zeiden zelf, hij heeft zelf eigenlijk geen motief hiertoe. En omdat hij dus, omdat bewezen is volgens hen dat hij contacten heeft met die huisjesmelker, denken ze dat hij in opdracht van hem zou hebben gehandeld. En wat brengt de verdediging daartegen in? Die zeggen dat de verdachte onschuldig is en zij pleiten dan ook voor vrijspraak. Dat zullen we weten wat er gebeurt, wat de rechtbank daarvan denkt, over 2 weken. Want dan is de uitspraak. Dankjewel, Marlies Harting bij de rechtbank in Dordrecht. Een beetje, hè? Een beetje kippenkuren, kattenkuren heeft ze wel gekregen de laatste tijd. Ondanks de strengere regels rond het aanvragen van een bijstandsuitkering lukt het Rotterdam niet het aantal bijstandsgerechtigden fors te laten afnemen. De afgelopen maanden was er weliswaar een afname van 500, maar het is nog lang niet voldoende om het tekort in de bijstandsbegroting op te lossen. Het college geeft niet op, maar Leefbaar Rotterdam maakt zich grote zorgen. Op het werkplein op Rotterdam-Zuid zijn vandaag opnieuw 200 mensen met een bijstandsuitkering opgeroepen. Het is de vierde grote banenmarkt in Rotterdam sinds de regels rond een bijstandsuitkering flink zijn aangescherpt. Je ziet eigenlijk op die beurs dat er veel opkomst is, dat er ook veel energie zit in zowel de organisatie als bij de mensen die komen. En dat ook de werkgevers goed meedoen. En vervolgens wordt eigenlijk binnen een week een match tot stand gebracht. Want aan het aantal vacatures ligt het op dit moment niet. Het gaat om de goede match. Voor het eerst dit jaar is het aantal mensen in de bijstand afgenomen. Toch is de afname nog lang niet voldoende om de tekorten te kunnen opvangen. Het gaat erg slecht, ondanks dat er wel een lichte daling ondertussen is ingezet van het aantal mensen in de bijstand, is dat bij lange na niet genoeg om binnen budget te blijven. Dus of er moet alsnog een nog grotere afname van het aantal mensen in de bijstand plaatsvinden tussen nu en het eind van het jaar. Maar ondertussen is Leefbaar Rotterdam zijn geloof daarin volledig verloren. Dat gaat niet gebeuren, dus we hebben een groot tekort. Afgelopen zomer was op de website van Leefbaar Rotterdam elke week een nieuwe update te zien van hoeveel Rotterdammers een bijstandsuitkering krijgen. De partij vreest voor een miljoenentekort. Dat zal naar mijn schatting ongeveer 20 miljoen euro zijn. En we hebben geen algemene spaarpot meer, want ook die heeft dit stadsbestuur volledig leeggemaakt. Die staat op nul, dus het geld moet ergens vandaan komen. Toch denkt Florijn dat het wel gaat lukken om meer mensen aan het werk te krijgen. We gaan de rest van dit jaar nog zo'n 10.000 mensen oproepen. Dus dat betekent nogal wat. Ik zie nog steeds die goede energie ook in de organisatie. En ook nog steeds dat we tot resultaten komen. En of we uiteindelijk wel of niet een 6.000 afname aan het eind van het jaar zullen zien. Dat is echt koffiedik kijken. En ik zal binnenkort ook naar buiten komen met ongeveer de verwachtingen die daarover zijn. Hoek van Holland mag dan de laatste jaren als levendige badplaats op de kaart zijn gezet met het project Get Hooked. Dat is allemaal niet helemaal volgens de regels gegaan. Het dagelijks bestuur blijkt de deelraad niet goed geïnformeerd te hebben over subsidieverstrekking aan de stichting Get Hooked. De Rotterdamse Rekenkamer concludeert dat in een onderzoek. Directeur Paul Hofstra van de Rekenkamer concludeert dat subsidieaanvragen veelal niet voldeden aan de gestelde eisen. We hebben met name gekeken naar de rechtmatigheid van de uitgaven, de subsidieuitgaven die via de deelgemeente aan de stichting zijn verstrekt. En die zijn systematisch en stelselmatig zijn die overtreden. Het klinkt misschien wat formeel, maar als daar vragen bij zijn, dan weet je uiteindelijk niet of de gelden zijn besteed aan het doel.
of gebruikt zijn aan een barbecue. Ik noem maar even een voorbeeld. Het is volgens Hofstra wel zo dat de subsidiegelden uiteindelijk op de goede plaats terecht zijn gekomen. Dat was niet de verdienste van het dagelijks bestuur, dat er weinig controle uitoefende op de toenmalig portefeuillehouder Paddy Romer. Daar zit wat de rekenkamer betreft ook een van de echte issues. De vergrote bewegingsruimte van de portefeuillehouder die is verstrekt door het DB. Die werd onvoldoende gecontroleerd. Platweg gesproken kun je zeggen dat de portefeuillehouder zijn gang kon gaan zonder dat hij rechtgezet werd in te verhandelen door de rest van het DB. Romer bestrijdt dat hij te veel ruimte heeft gekregen van het dagelijks bestuur en er dus te weinig controle was op zijn werkzaamheden. Als wij niet gedaan hadden wat we gedaan hebben, zonder dat we wet en regelgeving overtreden hebben, en zonder dat we iemand dan ook beschadigd hebben, is er van alles bereikt. Want er is meer werkgelegenheid. Dat betekent dat er heel veel belastingcentjes bespaard zijn. Er is voor het verenigingsleven van alles te doen. Er komen in plaats van 500.000 toeristen 2,2 miljoen toeristen naar het Hoekse Strand toe. Romer bestrijdt dus dat zaken niet goed zijn gegaan. Het huidige dagelijks bestuur trekt zich wel iets aan van het rapport. Het heeft de regels al aangescherpt, maar uit de aanbevelingen blijkt dat het nog beter moet. We zijn in ieder geval verheugd dat het dagelijks bestuur alle aanbevelingen heeft overgenomen en zich de problematiek zeer aantrekt. Dus dat vinden wij prima. Wij kunnen dat voor een deel ook wel zien. Overigens moet ik er nadrukkelijk bij zeggen dat niet alle problemen al zijn opgelost. Dus het is wel zaak om dat zeker vanuit de deelraad echt goed te blijven volgen. Maar in zijn algemeenheid is de reactie van het DB voor wat betreft de rekenkamer voldoende. Gaan we naar het sportnieuws. Dat komt van Ruud van Os op de redactie. We beginnen met het laatste nieuws en dat is Daan Bovenberg. Zijn overgang naar FC Utrecht is vandaag afgerond, hè? Ja, het hing al een tijdje in de lucht, maar Daan Bovenberg verruilt Excelsior voor FC Utrecht. Heeft voor 4 jaar getekend in de Domstad. Is vandaag medisch gekeurd. Is al aan de media gepresenteerd. Dus ja, de deal is helemaal rond. En Bovenberg hoopt aanstaande zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Rode JC te debuteren in het elftal van trainer Erwin Koeman. Ryan Kolwijk en 8 andere basisspelers van vorig seizoen waren al weg bij Excelsior en nu dus ook Daan Bovenberg. De Kralinger maakte het afgelopen jaar naam door als verdediger veel te scoren. Naast FC Utrecht toonde ook NEC interesse. Bij Excelsior was Bovenberg dit seizoen aanvoerder. Hij doorliep de hele jeugdopleiding van de club en maakte in 2007 zijn debuut in het eerste elftal. Ja, Ruud, Excelsior wilde eerst helemaal niet meewerken aan die transfer van Bovenberg naar Utrecht. Wat is uiteindelijk het bedrag waar de Kralingers voor zijn bezweken? Nou, dat doen beide clubs, zowel Excelsior als Utrecht, helaas geen mededelingen over. Maar ja, wie Simon Kelder een beetje kent, hè, de directeur van Excelsior, die draaien echt geen poot uit. Want hij heeft nu voorkomen dat Bovenberg aan het eind van het seizoen transfervrij wegloopt. Nou, het is mooi dat Bovenberg die overstap kan maken. Maar voor Kelder, ja, daar overheerst tot nu de gemengde gevoelens. Want voor hem voelt het een beetje als een kind die het ouderlijk huis verlaat. Ja, en meer dan dat, hoor. Ik moet zeggen, we hebben daar met Daan gisteren nog heel lang over gesproken. En het was zelfs een emotioneel gesprek en vanmorgen ook weer. Want het is een jongen echt van hier. We hadden hem liever niet kwijtgeraakt, dat is duidelijk. En zijn vertrek, ja, dat is echt een sportieve wond voor ons, die heel erg groot is. Maar goed, we hebben gelukkig ook een financiële pleister gevonden die wond bedekt. Dus dat verzacht de pijn dan weer. Dan een gerucht. Ruud, Mario Been die zou aan de slag kunnen gaan bij Racing Genk. Is dat zo? Ja, bij Racing Genk zoeken ze een trainer omdat Frankie Verkouteren onlangs onverwachts naar het Midden-Oosten vertrok. Nou, de weggestemde Mario Been bij Feyenoord die is kandidaat. Net als Henk de Kater, de voormalig trainer van Sparta. Ja, Been wil niet reageren. Hij zegt, ik weet van niks. Maar ja, of dat waar is, dat laten we dan maar een beetje in het midden. Genk is een mooie club, is de kampioen van België. Plaatst zich deze week voor de Champions League. Dus zou toch een mooie baan voor Mario Been zijn. Dan gaan we tot slot judoën in Parijs het WK. Hoe hebben onze regiodames het gedaan? Ja, vandaag stonden in de categorie tot 63 kilo 2 dames uit onze regio tegenover elkaar in de strijd om de bronzen medaille. De favoriete Elisabeth Willeboortse tegen Annika van de Emden. En die laatste van de Emden won. Dus die gaat met het brons naar huis. Mooi. Dankjewel, Ruud van Os met het sportnieuws. En dan tot slot dit. Ze is 25 en daarmee de oudste poes ter wereld. Ze heet Drakenpit en woont in Vlaardingen. Ondanks haar hoge leeftijd is ze nog lang niet versleten. Wel een beetje doof, maar nog altijd duidelijk aanwezig. U heeft de oudste poes van Nederland. Dat schijnt zo te zijn, ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar durft u hem te laten zien? Ja hoor, dus is nog zeer toonbaar. Dus komt u maar verder. Kattenminuutje.
kattenmoer. In de achtertuin in de zon, daar voelt de oude dame zich op haar best. Ja, het is wel een beetje een verwende dame hoor. Vooral het laatste jaar merk je ook echt dat ze oud wordt en zo. En, ja, ze kunnen er eigenlijk niet meer alleen laten, dat vindt ze niet leuk. Dus dan gaat ze vreselijk blaren. En als je dan thuis komt, dan kijkt ze je niet meer aan en zo. Dat is ja. De 25 jaar oude poes laat zich graag vertroetelen en heeft zo haar voorkeuren. Ja, ze eet alleen nog maar 's nachts. Dus dan moeten we midden in de nacht, als madame begint te blaren, moeten we eten serveren. Want ja, als je het laat staan, dan vreet de eerlijke vinder het op en dat is meneer daar. Natuurlijk kan het baasje wel beweren dat de poes 25 jaar is, maar ze kan het ook bewijzen. Ja, ze heeft dus een inendingsboekje meegekregen uit het Haagse asiel. Kattenmenoe. Daar heb ik vrede mee, als ze gaat. En ze hoeft ook echt niet het eind van de film te zien hoor, want... Ja, als ze zichzelf in de weg gaat zitten, dan ga ik met haar naar de dierenarts. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws is te vinden op rijnmond.nl. Ik wens u nog een heel prettige dag verder. Dag.